Wij hebben ons flappe thema gegeven, arbeidsparticipatie versus Soester Grijst. En ons belangrijkste onderwerp is eigenlijk hoe kunnen we ervoor zorgen dat er jonge mensen in Soest blijven, want dat zijn de arbeidszamen van de toekomst. En er zijn al een heleboel ideeën eigenlijk uit naar voren gekomen, zoals bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden gebruiken voor hele actieve BSO met sport en creatieve dingen. Is goed voor de jongeren, maar ook voor de werkende ouders. Daardoor blijft het interessant om hier te wonen. Hoe kunnen we de gemeente Soest bewegen om wat soepeler te worden in meewerken aan initiatieven van ondernemende mensen om jongeren in Soest te krijgen en te behouden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat afgestudeerden hier werk vinden? Nou ja, eigenlijk allemaal van dat soort ideeën zijn er naar voren gekomen. En iemand zei op een gegeven moment van we moeten een verslag maken van al die ideeën voor de politiek en het dan gewoon in gaan dienen. Dus bij deze mensen die daar aan mee willen doen, met mij samen, meld je aan, zet je naam erop, geef me je kaartje en we gaan het doen.